Wat ik het leukst vind aan het profiel Technology Management is het leren samenwerken met verschillende mensen. Is dat de aanleg is voor zowel de technologie als hoe de mens daar een rol in speelt. De combinatie tussen de bedrijfskundige en de technische vakken. Om studenten te helpen succesvolle technologiemanagers te worden. Ja, ik heb Technology Management gekozen omdat ik het altijd al interessant vond om te weten hoe technologie en mens samengaan in een organisatie. Dus hoe pas ik technologie toe, maar ook hoe past de mens daarbij. Je krijgt in dit profiel de kans om actuele, mondiale vraagstukken op het snijvlak van bedrijfsleven, technologie en duurzaamheid aan te pakken. Binnen het profiel heb je een groot aantal verschillende vakken met verschillende onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logistiek, distributie, supply chain management, operations, maar bijvoorbeeld ook een stukje data en informatieverwerking. Maar ook real-life cases waar je in groepjes aan werkt. De uitkomst van die cases presenteer je bijvoorbeeld bij de bedrijven, waardoor je dus direct met ze in gesprek kan komen. Ook is het mogelijk om als student naar gastcolleges te gaan, wat een erg goed kijkje in het bedrijfsleven geeft. En is het ook mogelijk om je in te schrijven voor verschillende bedrijfsbezoeken om echt de productievloer van dichtbij te kunnen zien. Er is ook heel veel aandacht voor consultancyvaardigheden, adviesgeefvaardigheden. Dus je geeft professionele presentaties en je leert echt hoe je later dat soort dingen in de praktijk kan brengen. Studenten kiezen in het derde jaar een minor. Je gaat dan een half jaar vakken volgen binnen een programma dat je zelf kiest. Je kunt tijdens een minor BM of TM specifieke vakken volgen als je het interessant vindt. Maar je kunt ook denken aan vakken die wat meer gaan over finance. Ook is er de mogelijkheid tot de buitenland minor, wat heel erg gaaf is om te doen. Het profiel Technologie Management geeft je direct toegang tot een breed scala aan masterprogramma's. Zoals bijvoorbeeld de Master Technologie en Operations Management en de Master Supply Chain Management. Maar zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Na je studie kun je bij een breed scala aan bedrijven en organisaties aan de slag. Van adviesbureau tot multinational en van luchtvaartmaatschappij tot voedingsmiddelenfabrikant. Een technologiemanager kan eigenlijk overal aan de slag, zolang er een focus is op techniek en een continue drang naar verbetering.